Vandaag, dinsdag 26 november 1985. Het jaar gaat stilaan naar zijn eind. En ik heb ooit iemand horen zeggen, als een nieuwe dag begint en er is niets ergs of droefs gebeurd, dan vind ik elke nieuwe dag de mooiste van mijn leven. Daar moet je dan toch optimist voor zijn om dat te zeggen. Op de 107.3 van Radio Tongeren luistert u naar een dinsdagvoormiddagprogramma Alleen is maar alleen. Een uitzending voor zieken, anders valide en mensen van de derde leeftijd, geprogrammeerd en gepresenteerd door Paul Pasen. In de nu volgende programma-rubriek had ik een gesprek met een gepensioneerd man, een stevaste medewerker van ons programma, die je niet alleen dit kenwijsje hoort spelen, maar die ook nog wat meer vertelt over zijn leven. Dat was dus maar een op zich tukkels gezegd, maar een rapier. En dat was Kasperke. En dat was een ferme pettepie, dat lokaal. Wij hebben ze mij toch al gezegd als dat zo ene was. En daar was ik al bang, vreden een pettebeen ook niet. Maar ze hebben hem toch ook in zijn ferm afgedreid. Gepensioneerd. Hij is deze dagen voor de 9e keer grootvader geworden. Onze trouwe luisteraars kennen hem allemaal en het wordt hoog tijd dat we hem eens een beetje van korterbij gaan leren kennen. Ik heb voor deze gelegenheid, voor onze 127ste uitzending, en dan wordt het hoog tijd, heb ik een vraaggesprek met een van onze trouwe medewerkers, gepensioneerd en, ik zei het reeds, grootvader. Wie? Heb je het nog niet geraden? Hier hoort je zijn naam. Robert Stratemans. Necropolenstraat nummer 8 in Tongeren. Je hoort het, een echte Tongenaar, Robert. Geboren en getogen in Tongeren, van kleins af aan. Heb jij u hier bewogen, hè? Ja, het was bekend, dus, maar het is toch niet heel erg. Ik ben niet een geboren Tongenaar. Ik ben een, wat ze zeggen, in Tongeren en een kiekenfeiter. Ik ben in Brussel geboren. Maar ik, van al wat in Brussel gebeurd is, daar appelleer ik me niks meer van, want we zijn in 25 in Tongeren teruggekomen wonen. Dat wil zeggen dat is het jaar van de koning geweest in 1825. Zijn we terug naar Tongeren gekomen wonen, omdat ons maar zorgen dat kost niet gewinnen in Brussel. En het juiste huis waar we in gewoond hebben, dat is op de hoek van de Munstraat, Botternoer. Dorke Klaas, een meubelwinkel gehad het, waar nou ook nu besteed, nog maar goed rappeleer is, nou in dat huis is dat een bank. Maar in die tijd was dat een herenhuis.
En het was dankzij notaris en omlingen, boze pa, zonder de juiste klerk was, dat we in dat huis hebben mogen gaan wonen. En dat was het huis van meneer Lamin. De heer Lamin, dat was een van de notabelen van de stad. En een hele chique type ten aan, dat was de grote wijncommissaris van Tongeren. Het huis Rubens, waarvan de juffrouw nou over een paar weken gestorven is. Dat was het huis Rubens Lamin. En er waren maar twee grote wijnmarschals, dat doet dus wijnmarschals in die tijd. In Tongeren, dat was dus het huis Rubens. En dan had je de ander, dat was Rone Ars. En de heer Lamin was dus familie van de Rubense. En daar heb ik dan boven mogen gaan wonen. Dat was een huis rond waarin te kunnen wonen. Vandoor zien we dan de rest naar de Heinestraat. Boven de Mjulleswoeren, van Nieste Tournoi. En dat was een huis van de Christianse. Van de Christianse leeft nog de Potter Christianse, wat er is onderbracht geweest is. Daar hebben wij dan doen mogen wonen. Van daar zijn we dan vertrokken naar de Stassenstraat. En daar heb ik dan blijven wonen tot weggetrouwde. Dus mijn hele jonge tijd heb ik in tweede, dus waar ik beginnen te leven, heb ik doorgemaakt in de Stassenstraat, want de juiste periodes van mijn leven, dus waar ik kind was, doorabonneerde ik zoveel in mijn banden. Dus van de Munstraat, van de Heinestraat. Het eerste wordt me nog geappelleerd natuurlijk van in de Heinestraat, dat is af en woonde tegenover Kandrix. En Kandrix, dat is een hele beroemde naam in Tongeren, want de ene zoon van de plaveneur Kandrix, dat was de fameuze Fut Kandrix, wat nog Kessel, wat zoveel bekend was, als er niet meer bekend was nog, als Rij van Tura, als ik goed uitspreek toch, dat was dus een amusementsorkest tegen alle kanten. Ja, de hele wereld komt hij met zijn orkest spelen in Casablanca. Ik weet niet elke aan de boel. En toen was zijn haast natuurlijk heel fier over. Want ik heb nu een goede plafonneur. Kandrix, oh god, dat is Stefan zijn zoon. Omdat zijn hele zoon woon eigenlijk muzikant. Ja, dus Kandrix was een gekende. Chef Kandrix was een gekende. De andere zijn buurnaam rappeleert me niet mee, maar dat was de dirigent van de harmonie van de strijd voor vrijheid, dus van de socialisten. Robert, hoe oud waart je toen je terug naar Tongeren kwam? Ah, toch, tussen baan binnen nog geen 2 jaar, hè. Geen 2 jaar, dat was ik van boezelwielig. Heel niks meer. En je bent dus hier naar de school gegaan. Herinnert je daar nog iets van? Van welke school? Papschool? Of wat was dat allemaal hier in Tongeren? Ja, want de school rappeleer ik zeker nog niet. Want ik heb een van de privileges gehad. Maar nou niet meer besteun. Ik ben in de Jardin d'Enfant geweest. Maar daar ben ik dan naar de bewaarschool geweest. Dat was dus de bewaarschool. Van daar ben ik naar het college gegaan. En de eerste klas met wie ik opgezeten heb, dat was met madame Souvereins. En ik rappeleer me nog goed, wat er gebeurd is in dat jaar als ik op daar klas had, is daar moet een ziekenverlof pakken. En toen had ze een kindje gekocht. Wij woonden in de Piekbussen in de school voor het college. Het eerste en tweede studiejaar was in de Piekbussen. En van daar gingen we dan naar het college. Maar pas op, dat was ook niet college, dat was toen in de kliniek. Dan zaten wij in de kliniek, in een klein college, het derde studiejaar, was meneer Verdij. En daar heb ik iets mee gemaakt, wat er niet veel mee gemaakt had hebben, maar een meester van het derde studiejaar is met mij met de klas opgegaan, de vierde. En dat meneer Verdij, het hoofdhuisweg in klein college aankwam, de derde klas. En de tweede jaar zich in de school was, gaf hij de vierde. Van de vierde ben ik toen naar de vijfde gegaan, natuurlijk. Waar alle kinderen wat ik respecteren en wat niet hoeven zien op de vijfde. En toen ben ik naar meester Dommershuizen gegaan.
En van meester Dommelshouder ben ik nog niertjes even eens gegaan. Wat hebben we nou ook goed gekend, het. Ja, toen was mijn tjolle al in het klein college. Toen ben ik naar het groot college gegaan. En toen, dat was de tijd van uw plechtige communie. Oh ja, wat is mijn plechtige communie deugd? Oh, dat rappeleer me nog goed. Dat is de 5 april geweest in 1835. En toen rappeleer me nog een ferm anekdote van. In die tijd hadden ze dus in de kliniek, in mijn school, het college dus, op de koer een oude schaal gezet. Wat de kinderen lotten onder te schaalen, als het hengerde. En wat uitjes zitten, hadden ze dan nog een oude grabbie gegooid over de koer. En het meeste plezier was natuurlijk de een of de andere benken te lichten, af en met het gezicht in de grabbie te rijden komen. Dat ging prima, je had het ook gedaan met andere gasten. Toen had ik een door oude buitje gelicht. Maar dat was me zelf gevallen. Toen ben ik met mijn kind tegen zo'n steunder opgekomen van dat nauwe overtuig. En ik loop bij de kind. Hebben ze me moeten mijn kind aanleggen. Ze hebben me naar de kliniek gedaan, dat was dus niet waar, dat is iets wat aan te nemen is. Ja, toen zorg ik op mijn hele kop verbonden. En in die tijd was er een hele ver als er een plechtige commune door moest. Juste moest al matrozenpeks gaan doen. Dat was al het juiste. Hè, met een koolmarij op de rug hangen. En dan een rabijboek in eraan. En dan een knie omhoog. En dan stond je dan een tuffeltje. Dat was dan de grote. Dat kost niet aan. Zo was dat wel een commune deug. Maar nou was ik toch van mijn klutje afgegaan. Ja, dan stond ze door schoon en der menneke. En het was zo vies weer. Die dag, dat rappeleer me goed. Maar, wat ik al gezegd heb, was een paar zorgen, daar ben ik dan met Natoos en Hommelingen. En die gewoon een auto. Stel dat ik veel wat dat was, mocht niet naar de kerk komen met een auto van Natoos en Hommelingen. En mijn erva, met een private chauffeur van Natoos en Hommelingen, ik niet, die had een chauffeur. En die chauffeur, dat was Jean van de Ketzer. En de kind, of hij, in die tijd kan het heel te honger zijn natuurlijk, hè. Kobeldinken, one of jere duivel, als toos in de plechtige gemeente gedaan net. Ik met mijn auto, ik geloof dat het een enige auto was van een keer komt ook. Hè? En ik natuurlijk gewoon, dinges, dokter. Merken was het nog in die tijd. Ik weet niet, dokter Staes, hij over toen wel, maar dokter Merken was het nog. Die had me toen een plek plooster op mijn kind gedaan. Hè? In plaats van de hele winsel, zwak rond met een kop op, want stok de buren ook, trok ik op, meer op een mimie als op een, dat was een plechtige commune ging doen. Dat is hetgeen wat we nog grappelen van, met de commune. Wij zijn ook nog in de catechismus geweest, wij kregen de catechismus in het college, en dat was de professor van het college, was voorbereiden voor onze plechtige commune. En in die tijd, dat moeten de mensen nog goed grappelen, was toen een wedstrijd waar wij juist logen in de kerk. En dat was dan een hele peer voor de kinderen. Wij mochten juist de commune gaan, want hij had het beste geleerd. Maar natuurlijk de mensen van kinderen in andere scholen, daar wordt het tegen. Als daar een college door mee deden, want dat waren natuurlijk echt de klotten. Dat wil zeggen, als hij altijd juist horen. Toen hadden de dijken het altijd gemaakt. Nou mochten daar een college niet meer mee doen. Daar moesten dan in het midden van de jongens zitten. Natuurlijk best gesloten in het college, hè. Daar moesten in het midden van de jongens zitten, dus voor de draaf hier rijden met jongens van. Daar hebben we het enige geschraven en de natene. Daar deunen dan mee dan de wedstrijd en wij loogsten dan in het midden, dus draaf hier rijden van daar jongens. En dan komen wij, boven wij wouden, ik is in een concours, want de leerlingen van het college onderheen, dat horen ook juist of niet, maar van het college dan. Welke wedstrijd concours was dat dan, wat moesten ze daarvoor doen? De bruiken, mijn meisjes, de catechismus van beide kinderen, dat trap je toch ook zo zeker. Dat was een hele verheer in die tijd. Zo'n boek van, oh god, 60 bril, zeker zo je ziet. Hè, met de 12 artikelen van het geloof, dat was iets heel erg dat. Hè, en de 4 actes, dat van brood, dat ging nogal, dat moesten we kinderen voor de biechting gaan. Hè, met de handen draaien, dat kostte wel een steken in mijn leven. Hè. En toen, plechtige communie gedaan, 13 jaar. Ja, dan zaten we dan in het college, hè, dan waren we, oh god, god, hoog in de wolken met dus hele idealen, hè, kruisten we lezen van een professor, begon ze
Begonnen was met studentenbewegingen bezig te houden. KSA hadden we dan. Ja, en ik ben dan naar de Giro gegaan. Mijn tijd had bestond nog een Giro natuurlijk, was dat de Sonderschool. En dat ik ben een van de leeste meesters van de Sonderschool geweest. En een van de juiste leiders van de Giro dan natuurlijk, hè, van het patronaat de Giro komen is. Hè. Dat was dan in de jaren 37, 38. Nu, dat hebben we 40, afbreken van een oorlog. Ja, daar kan ik ook wel iets van vertellen, want ik ben vluchtig geweest. In 40 tot in het zuiden van Frankrijk. De dag als de oorlog uitbrak, was ik niet in Tongeren. Dus ik heb van dat bombardement in de Stolzenstraat, bloeit er niks van. Met de zin van mensen, want ik heb zien met een velo-pompen in de Stolzenstraat, tussen de bommen door. Waar ze dat gezien hebben, weet ik niet, want ik was niet. Ja, met de zin dat we dat gezien hebben, waren er ook mensen gezien. Geweest in, ik ben een tegengekomen in het noorden van Frankrijk, in Saint-Mivier. Die heeft me verteld, ik heb de kerk toen zien invallen, want die wou niet van horen zeggen, ik heb hem zien invallen, zei hij tegen mij. Nou, dat bied ik mijn eigen schoenen toen, want dat is die gewoon aan het hele, dat is nog niet. Dan kom ik een beetje verder aan de andere tegen. In de Tristraat aan Pirongs door tegenover Rapers. Toen is een bom gevallen met een koet wat 30 meter diep. Ik denk, maar tegen 100 meter, dat is toch al diep dat, hè? En aan de rook kom ik tegen, als je op de Koemeer zit, dan kun je kijken naar Treurenberg. Toen steed geen halsen meer in het Kleestalse strutje, want wat nou de minister was, dus dat was toen een Kleestalse strutje. Door vloeit het bloed zo door de vluurten uit. Ja, dat is goed, hè. Ik naar Frankrijk. Tot in het zuiden van Frankrijk. En daar heb ik gewerkt, had van een baas, dat was een goeie. Ik zat dus in Issijac. Issijac is in het departement van de Dordogne. En Issijac is een gemeente van het departement van Bergerac. Bergerac is een stad wat er allemaal gekend is door de fameuze opera. De Cyrano de Bergerac. En door, omdat in het zuiden van Frankrijk, toen liggen de dorpen niet, waar ik Ketzingen en Berg van een af en Kunstenman aan de paspoel grens. Dat je door naar het dorp gaat, dan moet je tenminste 20 kilometer maken, eens je in dat dorp ziet. Dus van Issijac tot Bergerac, daar stond er langs de bonen, fruitbeum. Als dat haar moest zien, dan stond er een appel of een peer mee op de boom, hè, met door was dat heel normaal. Dus, de baas van mij woonde in Bergerac en ik stond in Issijac. En dat was een kneeg van hun bommen georganiseerd hoor. Wat logeerde in Issijac. Dus die kwam s'morgens afwerken. En die ging s'uiters overstuurd terug thuis, want in die tijd bestond de 5 dagen werk niet, op de 40 uur werk ook niet, hè. Dus die bleef logeren. En hij zei tegen mij, heb je niet goesting, Burg, mij komen te helpen? Ik zei, oh jawel, zeg ik, want als ik niet goed werk, dan moet ik eerst in de poeierfabriek toch gaan werken. En dat is geen totaal, ze moeten kunnen. Want het is goed zitten, ze mogen beginnen. 10 frank per uur. Met 10 frank per uur in die tijd, dus in 1940. En ik hoor als vluchteling hoog 25 frank per dag. Ik moest 25 frank geven voor mijn pensioen. En ik moest 9 uur tijd per dag werken, dus 90 frank per dag samen, hè, als jonge gast. Als ik toen iets wilde drinken in dat kaffeke, dat was een halve frank voor een cognac, een halve frank voor een perno, als je weer ziet, dat was toch zo je verdreven in prijs. Met eerste was er waarschijnlijk. Dus daar kon je de boel niet opmaken. En fles wijn, dat was een kwartje. Maar dat was dan de pinaar natuurlijk, hè. De Noordenaar was dan toffel dronken. Ten andere, die was in mijn praat van mijn pensioen begrepen. Ik hoor eigenlijk op draagflessen per dag. Dus mij was één, hè, want ik leefde en ik woonde van de Fransen, hè. Als je door een klein tijd kreeg, dan moest je sop van gekook. En dan kreeg je hem tijd, hè. En dan, door kreeg je de kop met op de teleur
We hebben een klein dat ook ze nooit kunnen kopen. Hè? Je wist nooit niet of het een echte klein of het een kat was. Dat kon je niet zeggen. Ja, en natuurlijk toen de elektriciteit van de turp. Die was gemobiliseerd. Er was niet als je een elektriciteit niet meer wordt wel zeggen als die thuis goed van werk. Dat waren ze gewoon nog niet. Hè? Te veel voor het werk. Hè? Dan moest ik toch gewoon ergens iets bij maken. Toen nog iets gaan kijken. En dat verdiende ik zo snel mijn doen. Nog een heel deel geld, hè, van minst. Ik toch was voor ergens iets te doen. En zo ben ik dan teruggekomen in augustus. Beste van augustus. In Neutronopeerde ben ik teruggekomen, ja. Van in Frankrijk, dat is dus mijn periode, mijn Franse periode, dat ik dat zo mag uitleggen. En toen werd je heel benieuwd hoe dat Tongeren er nog uit zou zien. Want wat hadden ze allemaal niet verteld over Tongeren, hè? Oh ja, want toen ben ik dan teruggekomen van Obel. Daar woonde mijn tante, dus toen was ik met naar Frankrijk geweest. En dan zien we met daar een auto zo, je verlaag, want in die tijd kon je zo maar niet naar Tongeren komen vanuit Obel met een auto in Wiese. Was de brug kapot gebombardeerd, dus toen kon je niet over de brug. Moest je, als je wel van de vroege streek naar Tongeren komen, moest je verlaag gaan. Maar agent Vreer was toen zo een hele keer de kerk toen steun, denkt hij. Toen staat er al druk regel van alles, er nooit al geweest. En in haar meegens in hun ballen. Lekker stevig hoor, Tongeren in. En we wollen dan, juffer de meert, gewoon de triestro daar. Hop, doen ze stoppen door. Aan vlakken, hè, op de hoek. Mogen de triestro niet af. Ik denk, oh god, jas, hoor, dat is voor dat goed. 30 meter diep, hè. Dat stonden we dat we door niet deur mogen. Ja, dat is goed, twee deur. Natuurlijk was ik toen de drie van de Staalse Strot gedaan. Nou, toen zagen dat alles kapot was van aan de heine stroot, tot aan de Staalse. Goed, maar op die tijd woonden ze thuis in de Staalse Strot, gaan vluchten. En toen zaten ze in Jedere. En toen heb ik mij toch gaan versteken in Jedere. En toen heb ik toch gezegd tot met de bevrijding. Jij kent het klappen van de zweep, hè? Als medewerker van ons programma. Jij mocht een plaatje kiezen, ik weet niet wat je gaat kiezen, en ook zeggen, dat wil ik opdragen voor die en voor die en voor die en voor die. Ja, ik ga gaan een plaatje van Woodhouse met zijn elektronisch accordeon en dat hit Amrijn. En ik ga dat plaatje gaan, natuurlijk, voor mijn vrouw en mijn kinder en mijn kleinkinder, of ik papa ben. Dat is dus wat ik gaan zou hebben. Is that all right, those two?
Dat was Woodhouse met Waarom is de Amrain zo schön? Want jij speelt graag orgel, daarom heb je dat gekozen zeker. Hè? Wij spreken met ons aller Kasperke, Robert Stratemans. Voor degenen die dat nog niet weten. Kasperke, hoe kom je daaraan? Want heel veel mensen zeggen, oh, is dat Robert? Ja, Kasperke, door binnen gaan komen, dat is heel gemakkelijk. Wij, de Straatmansen dus, wij komen al van Opieter. En in Opieter was dus een Kasper Stratemans, dat is dus mijn balpa. Op zich tungers zeggen ze nog grapier op. Dus mijn grapier, die kwam van Opieter op. En dat was een slachter. En die had een slachterswinkel in de Tristrot, Bonao, de viswinkel is. Daar heeft hij slachterij gehad. Maar in die tijd, hoe dat geen slachters van nou, stond er een prikkels of zo ergens ziet. En in die tijd hadden de slachterijen niks anders als trolles. Voor hun winsten, omdat dat moest open zien, want ze het niet te warm zou zien binnen. Ten einde is nog even baas als dat zo was met de slachters vroeger. Dat is op de Piekelpoel, daar is nou ergens van dat slachterij een bankenmok. En daar zie je dat trouwens nog altijd, en dat was de slachterij van Hoegaars. Dat is de eerste wat blijven is. Dat wil zeggen, als dat van dat heel arme mannen wel nou nog een tonger leven, er een heel deel met nog ferm geld moeten, van de pens en de huidkees, wat ze toch gepikt hebben, met een stekboenen nogal in stook. En wat ze de sessies en de pens en een heleboel door het richel naar trokken. Wel, op Twitter daar veel beter zie, want ik heb dat nooit meer gezien. Dat was dus mijn, op zich tungers gezegd, mijn grapier. En dat was Kasperke. En dat was een ferme pettepie, dat lokaal, verder hebben ze mij toch al gezegd als dat zo ene was. En daar had ik al bang, vreden een pettebeien of niet. Maar ze hebben hem toch ook in zijn ferm afgedreven. Vertel eens. Er was eens, natuurlijk in die tijd moesten de slachterijen zijn beesten gaan kopen. Hè. Even een zonne dag. Had er een schop kunnen kopen in Mal. En natuurlijk, van Mal naar Tongeren, dat was niet waar dat nou weet. Dus niet langs de steeuw, dan ging er door het veld. Dat was veel korter bij. Maar wat Kasperke bestond, was er in Mal, had er een schop kunnen kopen. Dat was natuurlijk, moeten beklonken winnen, wat dat gemeenlijk is. Hè. En wat er natuurlijk van de Kempen kwam, moest er witte kemet zijn. En dan had er witte kemet gedronken, en het schop betaald natuurlijk. En toen was hij op tongen terug afgezakt. Met dat schoop aan de zee later mangen. En zo is er langs de jekker afgekomen. Je vermaal, zo je verbloor. En zo komt er, in die tijd bestond de kazerne nog niet. En zo komt hij uit de stalsen afgestoten. En zo onder de brugdeur. En zo wordt er dan nog zijn haals. En wat er aan de haals kwam. Toen had er niks meer als de zee aan de mangen. Het schoop was niet meer te met. Dat was hem losgegaan en dat wist het niet eens. Dat was dus mijn grapier en die hoed Kasperke. En waar ik kind was, zaten ze over zijn paar ogen nog altijd. Dat was dus de zoon van Kasperke. Maar over zijn paar zorgen, die had een hand om van Kasperke. Omdat ze de paar dus Kasper hoed. En toen hebben ze mij gevraagd gehad. Ja, zeg, als je haar weer met de radio meedoen, dan moet je een naam hebben. Want dat is hij, een piratenzender, dus ze mogen niet weten wie ze ziet. Dus ik denk, als ik naar Kasper kijk, dan weer allemaal weg binnen. En toen heb ik van gezegd, ik heb niet maar Kasper kijk, en zo binnen gaan de naam komen. Maar er zijn er heel veel luisteraars die verwonderd gestaan hebben, hè? Dat Robert Stratemans was. Heb je dat nooit horen vertellen? Ja, dat zijn veel mensen wat het niet weten. Als ik Kasper kijk ben, dan wou ze aan de telefoon wegen. Wij zien je, dan zeg ik, ik ben Kasper kijk. Ja, ik weet niet, wij zien die zegt, ja, maar ik weet wel, al wij je zien. Dus maar één mens wel nog weet is dat, als Kasper het dus maken, maar een grapier was, dat is een wat eens geïnterviewd geweest is met madame Gielen, hè, van de raad. Daar is een paar zolder goed gekend, en dat toch nog niet bewonderd was, dat Kasper ook nog gekend had het. Wat in bier gestorven zijn of zo weer gezien.
Maar zijn pa zal was maar verhaafd in joh. Waar hij... Waar men deze toch op dus. En... Onze pa zal het me altijd vertellen dat zijn pa gestorven is wat er... verhaafd in joh was. Er is nog altijd een vraagje blijven hangen. Jij hebt John Woodhouse gevraagd als plaatje. Dat is uw hobby. Jij bent gepensioneerd en uw hobby is... Ja, dat is eigenlijk u. Nou, wat je mee beginnen doen te kallen met een orgel en je van muziek. Ja, dan kon je moeten vragen of we mogen langer uit te zijn, dus, want... Dan heb ik op twee uur tijds niet gedaan, hè? Want als je begint, je van muziek met mij, en je vreugels, oh god, oh god, oh god, oh god, ik ben bang dat ze beginnen tram te denken, dan kan je, dat is er niet van kallen. Ik ben begonnen aan mijn elektronische orgels, oh, in de taart, dat is toch een transistor bestond. Ik heb juist de plannen gemaakt, wanneer met allemaal lampen, en waar genoeg gespoord over. Wat daar beginnen te maken, hoog alles een train verder te komen, de transistoren en de prijs, de beter kopen wonen als de radiolampen. Toen heb ik alle smutten opnauw beginnen te maken. En waar ik toen alles opnauw had gekregen, toon gedund. Toen worden gedrukte kringen al zo ver gekomen, dat zich steeds niet meer kost mogen, wat de prijzen kost kunnen kopen. Zo is dat allemaal geëvolueerd. En toen heb ik een juiste, die had... Toen heb ik mijn tweede, die heb ik gemaakt als bouwdoos. Die heb ik gaan halen in Düsseldorf. En die heb ik nou 5 jaar. Ja, dat zou zoiets zijn. Oh, mee. Ik zal hem al niet wel zien, we hebben nou, hè. En dat is mijn hobby natuurlijk. Ja, en zo ben ik dan ook ergens gebombardeerd van... Parochie Heiburg gewoon, de rassen, geen meer hanen. Ja, en de zesters, dan nee, moesten ze doodschieten, maar dat hebben ze nog niet hoeven te doen. Hebben ze niet wonen. Zeg Robert, dat was uw hobby, ja. En we weten dat je daar met hart en ziel voor leeft. Op een zeker moment zijt gij dan verliefd geworden op een echte tongerse, hè? Hoe is dat gebeurd? Weet je dat nog? Oh, mijn lieve Paul, dat is mijn speler geweest. In 1935 is het nog altijd voor mij. Zorg biljaren in het huis van Jammenikke, kennen allemaal nog, hè? Het nou Jammenikke, ten einde de stroot, nou, nog hem. En die woonde op de hoek van Kleestalse Strootje en de Leopoldswal. En waar ik dus jong was, was dat een café, dat was in de Bledehoor. En toen ging ik dan nog gedaan om het werken, ging ik nou dan eens een partijtje biljaren. En dan was het zo'n, wat was het, aardhoog, maar kies hem geloof ik, ja. En ik was toen partijtje in biljaren. Komen toen eigenlijk 2 meters gezin. Komen uit om me vragen. Ik dacht, meneer, wat is dat? Ja, of ik niet wel met naar de vorm gaan. Zeker, wat is er gebeurd? Ja. Meneer Toms, hij in schaal met de gekald. Ja, zeker, dat is goed, hè. Ik weet, toen was met Louis Loogman, dat is de pa van de directeur van Kleesje, nou. Die had een rol in het medestuk, in dat medestuk hoed, de voetbalkoning. En toen moest hij een jutje in spelen, kreeg me tijd te gaan zien, als er niet meer kon schallen. En dan moest op draaidag, moest daar overgeleerd worden, en dat was al een redelijke rol in dat stuk, en ze kostte niemand vinden voor dat te spelen. Of ik dat niet wil doen, ze niet hadden me zeer hebben, nou, goesting al. Ja, ik zeg, dat is goed, hè. Ik zeg, maar waar gewoon iets te leren op draaibedrijven, op draaidag. Dat is goed, worden dus nog 2 repetities. Dat is goed, ja, ik sta met mijn buk. Mee, door hoog hier in de hand. In het derde bedrijf van dat stuk, moest ik een zuurtje, een kwezel kapone, wat op een sofa lopen in dat stuk. Ja, was goed, hè. Die kon de eerste dag repeteren. Een derde bedrijf zien we niet komen. Zaterdag moest het derde bedrijf gerepeteerd worden. En in die tijd was Jean de Vogt zaliger. Dat was de president van de Witte Lady. En Jean de Vogt, dat was dus de broer van de burgemeester de Vogt. En
Ik zeg tegen hij dat ik aan het een goed heb onder in de stoel, zo'n strootjuist wat ik, hè. Ik zeg me, tja, waar zit denn dat met dat derde bedrijf, zeg ik. Waar kon ik dat maar kunnen? Ik heb dat nog niet eens gerepeteerd. Waar gerepeteerd? Ja, ik zeg, ik moet toch toch ook wezel kapone. In dat derde bedrijf. En ik heb dat niet eens gedaan. Waar gaat dat gewoon? Je met een groot gezicht, zeg maar zo nou, de dag als je ze moet ponen, gaat niet door. Ik zeg, niet door, weet je, waar weet je? Meteen pinten zit er, ik zeg ze dat schogen. Goed, algemene repetitie, dat was dus toch voor Kerstmis. Ik denk, nou gaat het gebeuren, hè? Maar ja, er gebeurde niks. Wat gebeurde toen? Toen trok me de zuster van dat kwezelke, die daar. Dus dat kon we niet repeteren. Dus nog niks. Geen repetitie. Nou is de opvoering in de forum. 800 zitplaatsen. 800 mannen. Waar 40 frank per maand betaald hebben, voor dat ze komen te kijken. Voor mij in de ponen, want dat was het in feite, hè. Dus dat dit nog nooit een keer zijn aan de hand gehad. Goed. Derde bedrijf, Kump. Ja, dat kwezen loog zijn dorp, dat is wel, hè. En ik moest daar ponen, met die dagen meteen pinden. Ik denk, dat is wel veel geld van een jong man, maar ik. Ik baai, en ik begin daar te ponen. En de minste gewoon plezier in de zaal, dat zien we nou, hè. Dat was ten einde de clou van het stuk, dat was tof, was de minste zo plezier aan. En ik zou ook zo ervoor gaan, als de coulisse, hè. Je haalt vieze, kijk, je ziet gewonnen, kijk het erop. Maar, ja, en ik hoor gewonnen. Ik ben nooit meer van eraf gekomen, maar ik heb ze nog altijd. Dat is te snel, van 45 jaar, kijk een keer, dat is 40 jaar geleden. Nou, maar toen kasseerde ik, maar ik was er niet getrouwd, hè. Dus je zit met dat meisje dat je moest kussen in het derde bedrijf, daar zit je mee getrouwd. Wie was dat? Dat is Aline Roemers. Dus uit een gekende Tungelse familie, hè. De Roemers, dat zijn de schrijnwerkers van de stad, hé, die stelt het, hè. Want dat woorden, de entrepreneurs, de menuiserie, was ze dat in Tungelse achter vroeger, hè. Dat woorden gebroeders Roemers. Tenaan, dat is nog altijd de gebroeders Roemers. Nou, dat is de tweede generatie en de derde zetel weer voor je wat te nemen. En door haar kinderen, juist wat thuis, daar is overhoog met achter. En toen zijn wij in 47 getrouwd. En wij zijn getrouwd de 7e juni 1947. En in die tijd moesten ze de buitenlaat niet in. Dus simpel toren is gewoon naar Antwerpen. En toen had ik dat, als je al zag, nog toen had ik de portefeuille. Waar we proberen is gingen. En we zijn naar Antwerpen gegaan. We hebben het ook geleefd waar God in Frankrijk. En we zijn twee of drie dagen gebleven, drie dagen geloof ik, meer niet geweest. Ja, nee. En toen is vanmorgen terug thuis komen, want ik ga geen geld meer voor een reden te geven. Ik ga nog juist geld voor de trein te betalen en paar frank. En als altijd zijn, heb ik er een wapen gekocht, ik ga geen geld meer voor mij heen te kopen. Toen zijn we met mijn omgeving gegaan in de Stalse Strootjes, hè. Dan komen we dan om 10 uur als mijn huis, ja. Och, God, toen zijn de jong getrouwd en oude goesting. Ga het zittig taal en een goesting voor iets te eten. Ja, je gaat zeker goesting voor iets te eten. Met mijn vrouw, dat was een jong getrouwd meisje, dat toch niks zeggen, hè. Dat kon ik toch zeker niet zeggen, dat is honger, je nou, met een oude man. Dat had een honger, zei ze. Maar wat is dat niet hoort, blijft je zit er nog iets mee te eten. Ja, en van daar zien we dan 20 meter verder gegaan, tot met mijn huis, hè. Ik was een paar zorgen met hem gekend. Dat is al wat zo hoort, hè. Die heeft mijn vrouw toen zielig gezien in haar baas gedaan. En zo zijn we begonnen. Dus de 7e juni 47 zijn we getrouwd. De 5e juni 48 is er Smiakje geboren. Toen woonde we op Broek, heette ze dat in Tongeren, op de Hasselse Steenwicht. In die tijd was dat nummer 103. Nou is dat misschien een heel andere nummer. Wij, dat was ook. Vandoor zijn we dan op Bilterstevig gaan wonen. En dan was het al lager 40. En toen is dan ons Jacqueline geboren. De 9e juni 1948. 49 natuurlijk, omdat Mia in 48 geboren is. En toen is het de Turkse stil geweest. Tot met carnaval in 51. Toen is onze Jos geboren, onze zoon. Dat dat is de stamhouder, hè. Hij is tegenkomen. Nu had hij
In 1952 is dan Jean-Marie geboren. Dat was de tweede zoon. Noordij is dan als Lutjaard geboren in 1953. En toen is het Turkisch deel geweest. En toen ben ik in Laken werken. En in 1955 is toen onze Tony geboren. En onze Tony, dat is tussen al wie is een pa van deze week, hè. Die is in de zoon kregen verleden donderdag. Noord-Tony hebben we dan het poonlijke gekregen, zoals ik ook. En die hebben we nog altijd, hij is nooit getrouwd. Tot na te houden, dat kan nog komen, je kon nooit weten, hè. Ja, dus 9 kleinkinderen. Christel, Ellen, Ilse en Anne, Kathleen en Johan, Caroline en Jan, en nu dan Bertje. Zeg, Robert, hoe voelt je zo als je grootvader voor de 9e keer wordt? Ja, begin me nou zo'n beetje te voelen, waar met Thuzer, hè. Hij was 900 en Johan, ik grap je me nog goed de dagen als ik getrouwd ben. Want dat heeft... Wij zijn getrouwd door onze nakenploon van haar in de basiliek. Dat is Schiplers, die is speciaal van lager afkomen voor ons te trouwen. En daar had natuurlijk een gelegenheidsharmoontje gemaakt voor ons. En in dat prikje heeft hij dan gezegd had, en ik hoop dat je kinderen zult zien van een kind tot in het 7e geslacht. En we zijn juist aan het 2e, dus ik heb nog een hele tour, hè. Ja. Zeg, Bonpa en Bon, ja, die houden van de kleinkinderen. En die hebben er ook wel eens werk mee, of niet? Oh, we zien kinderen nog, hè. Van, dat kon je ook niet meer stellen, hè. De Bon, dat moet, ten einde hebben we het altijd gezegd, hè. Eens getrouwd het goed, dat hebben we gezegd, hè. Het hele mensen komen met nog een deel mee terug. Nou, zien ze nog met mij. He, ze zien de lot, ze zien met de huggen en wij zien dat zoutje. Dat kan ik nog niet beloven. Kasperke of Robert, wat hoort je het liefste van de twee? Oh, als ik aan de radio ben, is het Kasperke. Ten einde ook in ze mij niet eens Robert, dan weten ze niet wie dat is. Maar als Kasperke hoor ik al van al, hè. Dan zien ze ook mensen wat me zo van al vertellen, want we gaan met over komen piezelen. En als er dan zo'n interviews zijn, dan... als het een goed interview is, dan geeft me de telefoon niet, hè. Dan zien ze allemaal het laagste, dus kunnen niet zo denken van te bellen. Maar als het is wat niet zo goed is, dan bellen ze. Vandaag zal de telefoon wel gaan onder interviews, want... Ze kunnen vermoeden wat er aan is deze keer. Ja, feitje komt het niet altijd alle keren goed terug, maar dat is ook niet mogelijk, hè. Er komen heel wat verzoekjes binnen, want jij hebt daar je werk. Ik zie dat dan, hè. Ik zit langs u, ik ben dan bezig. Je hebt er een ferm ruit tussen gezet om het geluid een beetje uit mijn micro te halen onder het programma. Maar heel wat telefoontjes. Wat is het record geweest? Oh, het record is dat geweest van, denk ik, ook levenszorger, hè. Toen kon ik het niet meer volgen, hè. Toen heb ik moeten beginnen alleen maar de namen van de mensen opschrijven, omdat we de tijd niet hadden van te schrijven. Zo erg was het. Ten andere, onder het programma, ik heb nog nooit een programma van Steeds Muis gehoord. Ik kan dat niet heel, dat is niet mogelijk, hè. Ik heb nog leden zich de telefoon oppakken dat ik begin te schrijven. Ik ken niks van het programma, ten einde is heel simpel. De dikste tijd moet ik nooit programma thuis de boel opzetten voor te huren. Je verwoord gewoon het, want ik weet de dikste tijd niet wat is. Wat is het, mijn jodag was. Heb ik weleens thuis gekregen, want ik weet niet wat we mensen. Ik heb het niet gehoord gehad, ik heb thuis moeten luisteren. Maar dat doet toch plezier dan, hè. Maar die begint al om 9 uur s'morgens, hè. Tot 12 uur dan, hè. Dat weet je allemaal. En we hebben toch redelijk plezier natuurlijk, hè. Dat doen we toch niet, hè. En het is wel goed werk, dat doet ook veel, hè. Ja, en daardoor kan je dat mensen dan allemaal een schoon dat deze verder noemen. En voor mij is nooit de kans graag, wil ik van dat moment daar profiteren, om hun te bedanken, omdat ze allemaal zo goed
luister naar ons programma. En ik hoop dat we dat nog veel jaren kunnen doen. Tot het plezier van Jan en allemaal en van Migo. Telefoon rinkelt. Laat het maar eens even rinkelen, want ik heb de micro in de hand genomen. Aan de man hier vlak langs mij, Kasperke, bedankt. Kasperke, we gaan nu met het derde bedrijf beginnen van onze uitzending. Zeg, hoe was dat interview meegevallen? Wat zei uw vrouwtje Lina, die zat er langs, hè? Wat zei die? Stoppig. Ik heb nog nooit te lang gezwegen. Dat is minder, zou ik niet mogen zeggen. Ja, ik heb heel wat werk gehad bij de montage om dat allemaal uit te halen van u, Aline. Maar zij krijgt ook nog wel eens een beurt, hoor. Zijn er telefoontjes binnengekomen onder het interview? Oh, er zijn er toch een paar in komen. Ik heb er al bij me liggen. Er zijn voor Truda Lambrechts. Wat voor leven aardig voor je worden. En ook zo magnifiek uitziet. Duurt zo verder, zeggen ze. Dat wensen Jenny en haar ma van Alberg en nog veel jaren. Dan is er weer inkomen voor iemand met een mooie zeggen we, om mijn haar te werpen. Want dat minste heet die brug erop, dat is een minstje maar voor je worden. Dat zeggen we dus om haar te werpen. Voor mijn dochter Anita, wat de zuster nog wat kumpert, dat kumpert van haar ma en haar zuster. Voor kleine Boba, en dat is Polleke Doucet, en dat kumpert van zijn kleindochter Denise. Voor Henriette Mullenbergs, een spoedig herstel, dat kumpert van Jean en Marias Mullenbergs molenaars. Ja, nu heb je het eens van iemand anders gehoord, hè? Rechtstreeks. Anders komen de verzoekjes altijd bij mij terecht, via. Ja. En een hoop briefjes. De telefoon is weer afgenomen. Kasperke gaat verder. Bedankt, collega, vriend Kasperke of Robert.